Ik ben er klaar voor. Kun je met een challenge je eigen gezondheid testen? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Oké, Renger, ik ben ontzettend benieuwd naar wat jij voor mij in petto hebt. Maar voordat we dat gaan doen, kan je dat eigenlijk wel meten, gezondheid? Nou, het is eigenlijk heel makkelijk om te meten of je ongezond bent. Je gaat naar de dokter, je neemt een bloedmonster, je meet je cholesterol. Dat is ongezond. Maar gezondheid meten is veel lastiger. We meten de mate waarin jij om kan gaan met stress. En het kan een psychologische stress zijn, een fysieke stress. We kijken dan hoe reageer jij op die prikkel. Wat heb ik daar dan aan als ik weet dat ik gezond ben? Om te kunnen voorspellen hoe iemand in de toekomst zich gaat ontwikkelen. Word je in de toekomst misschien ongezond? Loop je bepaalde risico's? Zijn er bepaalde dingen waar je rekening mee moet houden? Wat we eigenlijk willen is uit het lab gaan en allerlei manieren gaan zoeken, daar zijn we hard mee bezig overigens, om dingen aan jou te meten. En die zijn er voor een deel al. We hebben al een contactlens die allerlei dingen kan meten in je oogvloeistof. Er is een t-shirt wat je 's nachts aan kunt waarin je zweet wordt gemeten. Je kan diagnose doen via de toiletpot zoals dat heet. Dan wordt je plasje vanzelf geanalyseerd. En al die dingen bij elkaar geven het totaalbeeld van hoe het met je gaat. Oké, ik ben al voorbereid. Ik moest van jou deze chip om. Dus wat ga ik doen? Een halve marathon, push-ups? Ik heb iets anders voor je, maar je hebt een chip op inderdaad. Die chip, ja. die chip meet jouw bloedsuiker. Ja. En daar heb ik een apparaatje voor, dat kan je tegenaan houden. En dan kan ik lezen wat jouw bloedsuiker is. En ik kan ook zien hoe jouw bloedsuiker zich in de loop van de tijd gedraagt. Ik ga jou vragen om dit straks op te drinken. Dit is mijn challenge. Ja, zo'n 1000 kilocalorieën, een halve bak roomijs. En dat ga je drinken en we gaan kijken wat dit doet met jouw bloedsuiker. 5,5. Je hebt niet gegeten, weinig suiker in je bloed, dus 5,5. Hele mooie waarde. Komt-ie. De challenge is gelukt. Nu moeten we een uur wachten. Oké. Nu kijk, dan schiet hij echt enorm omhoog. Nu zit je op je piek, dus nu gaan we gewoon kijken hoe lang het duurt voordat je weer terug bent op normaal. Hij is ongeveer rond de 6 weer. Kom maar even bij, dan gaan we even kijken wat jouw meter heeft gedaan. Een heel mooie curve. Je begint op 5 à 6. Uh-huh. Je hebt die suiker genomen, je hebt die shake genomen. Ja. Je krijgt een hele mooie stijging tot een piek, 9. En na een kwartiertje, 20 minuten, ben je weer bijna terug op normaal. Is dat een fantastische score? Dit is een score die hoort bij iemand die geen diabetes heeft en ook geen verborgen diabetes heeft. Veel mensen hebben dat wel, helaas, en die zouden er op deze manier achter kunnen komen. En wat we dus in de toekomst steeds meer gaan zien, is dat mensen die dingen zelf gaan meten, gewoon, hè, terwijl ze thuis zijn. En dan gaan we kijken hoe ze reageren op prikkels uit hun dagelijkse omgeving. Het gaat dan steeds om wat we dan biomarkers noemen, of stoffen die een indruk geven over je gezondheid. Stel je voor dat bijvoorbeeld dat het lijkt alsof je geestelijke gezondheid wat uit balans raakt, je veerkracht wat minder wordt, dan zou het kunnen zijn. Die zeggen van, nou, doe maar een stapje, ga op vakantie bijvoorbeeld. Dus de toekomst van gezondheid meten ligt eigenlijk buiten het lab? Ja, ligt buiten het lab. Ik kan geen milkshake meer zien, maar ik weet zeker dat ik geen diabetes heb. Dit is hoe je zelf je eigen gezondheid kan testen en dit was het lab.